online op tijd voor de finale van de Red Engineers Challenge. Maar waar blijft Niels? Oh, daar komt hij al aan. Maar wie heeft hij bij zich? Hey. 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 Ja, nou, ik was wat later, want ik moest nog even op Tijmen wachten. En die was nog broodjes kangeroe aan het smeren. Ja, heel lekker. Maar gelukkig zijn we er nu. Zullen we naar binnen gaan, want het gaat bijna beginnen. Heel goed, kom. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Zijn jullie klaar om te racen? Ja! Super! Ik hoop dat het een geweldige dag wordt en heel veel succes! Waar gaan jullie vandaag op letten met de jury? Wij gaan op drie verschillende dingen letten. De eerste is de race natuurlijk. Hè. Hoe snel legt hun auto die baan nu eigenlijk af? Daarnaast moeten zij zichzelf presenteren hier voor de verschillende juries. En daar kijken we en naar post from presentation. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe presenteren ze zichzelf? Wat laten ze daarvan zien? Wat laten ze van hun proces daarin zien? En we kijken naar design. Hè. Hoe zit die auto nou eigenlijk in elkaar? We hebben eigenlijk dus die drie verschillende categorieën. En in elke categorie kunnen we een winnaar hebben. Maar we hebben ook een overall winnaar. En dat is degene die over al die drie categorieën samen de beste prestatie neerzet. En dat is het leuke denk ik in dit soort challenges. Dat de creativiteit van de kinderen is zo breed dat je met de meest bizarre dingen verrast kunt worden. En daar kijken we heel erg naar uit. Het is natuurlijk allemaal heel leuk om eens aan zo'n auto te werken, denk ik. Maar leer je er ook veel van? Ja, je leert teamwork. Wat zeg je? Teamwork leer je ermee. Hoe bedoel je dat dan? Dat je met een team leert werken heel veel. Je leert ook heel veel over zonnepanelen en over hoe die makkelijk gestroomlijnd kan worden. Ja, ik zit hier met de Prinsenschool, locatie Prinsenstraat. Een hele mooie auto, de Red Bull. We hebben hem zo gemaakt omdat een spoiler is gewoon cool. En we hebben hem een beetje zo schuin gemaakt omdat hij dan minder wind vangt. Omdat de wind er dan overheen glijdt. Gaan jullie dus ook een beetje voor de innovatieprijs? Ja, daar zijn we eigenlijk ook wel voor. Ja, hè? Want dat kan ik zien. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Je weet misschien wel bij een magneet of zo dat twee positieve kanten die stoten elkaar af. Ja. Hetzelfde gebeurt bij je haar, dat wordt ook positief geladen. Een haar stoot elkaar af en nou gaat het overeind staan. Hoe was dat nou? Leuk. Leuk? Voelde het gek? Ja. Zou je dat ook wel thuis willen? Ja. Hoe is de presentatie gegaan? Nou, ik vond het wel goed gaan. Ja. En ik vond ook dat de PowerPoint erachter, dat het dat wel een beetje eraf maakte. Ja, wat kun je uitleggen? Wat hebben jullie laten zien? In de PowerPoint hebben we wat foto's laten zien hoe we bezig zijn gegaan. En met het interview dat we hebben gedaan, hebben we wat vragen gesteld. En daar hebben ze op geantwoord hoe zij het vonden. Hebben jullie al gereced? Nee. Ja, we hebben met de testdag hebben we het geprobeerd. En vandaag nog niet, hè? En hoeveel ging die op de testdag? Ging die snel? Ja. Wij hebben een hele mooie prijzenkast waar deze week groen en pas. We gaan kijken of de school gaat winnen. Hey Niels! Hey Marlieke! Hey. Ik kom er bij de jury vandaan voor de presentatie van mijn zonneauto. Ze hebben hem goed gekeurd. Hij mag de baan op. Oké, okay, cool. Hoe ging die bij jou? Ook heel goed. Ik was ook bij de jury en ze vinden mijn vernieuwde ontwerp echt heel vet. Dus ja.
Heel goed dus. Ja, ja, het zal weer. Ja, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van, maar we zullen aan het eind van de dag wel zien wie er gewonnen heeft. Ja. De tussenstand is bekend. Het team van de ESV staat op dit moment bovenaan. Weten jullie wel hoe snel jullie gereden hebben? Ik dacht 11.1. Inderdaad, 1.11 geloof ik. Maar dat is heel snel. Hoe komt dat? Ik en Maarten hebben heel erg aan de tandwielen gewerkt. Hij zou eigenlijk zo moeten gaan rijden. Maar dat is niet gebeurd omdat de zonnepaneel de andere kant op stroom levert. Dus hij rijdt nu zo. Ongelooflijk. Hey, en hebben jullie al gepresenteerd? Nee, dat moeten we nog gaan doen. En dat ga ik dus doen met het team op de achtergrond. En ik ben echt reuze nerveus. Hoe was het voor jou om deze 8 weken aan die auto te werken met deze groep? Nou, eerlijk gezegd, het was best wel vermoeiend. Maar het gaf me ook weer heel veel energie. Omdat je ziet gewoon dat de kinderen enorm gaan stralen als ze met de Lego bezig zijn. En allerlei ideeën bedenken wat ze ermee kunnen gaan doen. Hey Marlieke, hoe gaat ie? Ja, ik ga zo beginnen aan de race, maar heb jij al geraced? Nee. Nou, om eerlijk te zijn, hij is afgekeurd door de jury. Dus toch? Ja, ze namen ook niet echt serieus, leek het eerlijk gezegd. Misschien komt het omdat ik mijn zonnepaneel vergeten ben. Goed, maar ik mag wel van de jury, dus... Ja, ik ben heel benieuwd. Let's go. Dat ziet er ook niet zo heel goed uit. Je mag hem niet zoveel duwen, hè? Hey, Tijmen. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Ja, mijn auto. Wat heb jij? Dit is mijn autootje. Heb jij een auto gebouwd? Ik heb een auto gebouwd. Ik zag jullie zo erg aan het strijden met elkaar. Ik denk van, oh, ik wil ook meedoen. Dus ik heb een eigen auto gebouwd. En nu ga je racen? En nu ga ik racen. En door mijn technische opleiding denk ik dat ik een aardig goed auto heb. Nou, zet hem neer dan. Ja, ik ga hem even neerzetten. Die ook een auto zit te bouwen. Nou, nee! Ja. Deze doet het gewoon wel. Tijmen! En die van jullie gewoon niet. Nou, dat is ook stom. Hey, maar weet je hoe het spreekwoord gaat? Als 2 honden vechten om 1 been, dan gaat de derde ermee heen. Volgens mij is de jury gearriveerd. De hele jury heeft het vandaag echt super moeilijk gehad. Jullie hebben het allemaal zo goed gedaan, zowel bij de race, maar ook bij de presentaties die jullie hebben gegeven. Dat het voor de juryleden echt heel erg moeilijk was, want soms staat het heel dicht bij elkaar. Voor de eerste categorie, de prijs voor de race, voor de snelste auto, wil ik eerst Joris naar voren halen. Hey jongens, ik heb jullie de hele dag gezien. Jullie hebben keihard gestreden, jullie hadden Jels. Jullie hebben je auto's fantastisch gebouwd. De eerste plek gaat naar de Wiederode met 9,6 seconden. This is the moment we've all been waiting for, but first and foremost, I want to thank each and every one of you and all of the teams for doing a fabulous job. De winnaar overal, die en hoog scoorde bij de race, en bij de postpresentatie, en bij design, de overall Red Engineers Challenge 2015 winnaar, Meander! Nou, dit was hem dan. De finale dag van de Red Engineers Challenge. En we weten nu wie de overal winnaar is, namelijk de Meander. Jongens, hadden jullie dat gedacht? Nou, ik wel.
Ja, ik ook. Ze hadden een goed team. Ze waren goed op elkaar ingespeeld. En ze zijn andere slim. Teams waren ook goed. Ja, wel, dat is ook wel zo. Maar uiteindelijk kan er maar één de beste zijn. Dat is waar. En dan eindigt het hier. Maar, het stopt. Dat klopt, maar... Volgende week kun je de hele Red Engineers Challenge terugkijken in een mooie compilatie. Absoluut. Dus kijken. Ja, en zal ik dan voor volgende week broodjes kangaroo maken? Oh, dat is leuk. Want dan gaan we dat eten en dan gaan we samen terugkijken. Ja, helemaal goed. Doen we. Tot dan. Tot dan.